Goedemorgen, meneer de wethouder van Geert-Winssen. Ik ben blij dat u hier gekomen bent, omdat u zoveel mensen heeft meegenomen. Laat ik u gewoon allemaal uitnodigen in het Jacobshofje. Kijk even rustig rond en dan vertel ik u zo dadelijk mijn verhaal. Volgt u mij? Maar zo moet hij er ongeveer uitgezien hebben, vele jaren geleden. Maar het zou kunnen dat er hier nog iemand is die hem in levende lijve heeft meegemaakt. Is er hier toevallig nog iemand die hem echt heeft gekend? Nee. Wacht. Dat geeft ook niks. Maar u snapt natuurlijk wel dat ik monseigneur Vince ook niet ben. Ik bedoel, hè, ik zou kunnen doen alsof ik hem ben. Maar dan zou ik niet het verhaal kunnen vertellen wat ik u nu zo dadelijk ga vertellen. En daarom lijkt het op mij maar het meest verstandig om zo snel mogelijk uit mijn rol te stappen. En meneer de wethouder, mag ik u vragen nog even naar voren te komen? Waar was meneer de wethouder? Komt u even naar voren, dan... kunt u dan even mijn hoed aan? En ook, deze zit een beetje door de microfoon. Nou, dan houden we die gewoon op. Dan geef ik u ook mijn mantel. En terwijl ik zo bezig ben, hè, vraag ik mij af. Dan mag u die even vasthouden, dan krijgt u ook deze mee. Helemaal mooi. Zijn er hier toevallig nog katholieken? Ja. En ook nog echte rooms-katholieken? Niet zoveel, geloof ik. Ik zie dat het rooms-katholicisme in Den Bosch al net zo uitgekleed is als ik. Ja, meneer Prins had daar al raad mee geweten. Want meneer Prins, dat was een echte bouwer. Een rooms-katholieke bouwer. Alles wat hij wilde bouwen, dat kwam. En niet voor niets was dan ook zijn motto. Leest u het maar voor, dan kunnen we met z'n allen even oefenen. Wat staat hier? 1, 2, 3. Rustig. Wie altijd leuk is, blijft. Ja, als hij ergens niet mee eens was. Als hij goed in de rondstad in de heuvel komt. Of dat nou op straat was, in een hofje... In de winkel of bij het dorpstoneel. En Karel Prinsen, die was trots op zijn vader. Hij zag dit gebeuren en dat heerlijke zedenmoraal die hun vader had, dat vond hij geweldig. Hij wilde ook zo worden. En hij wist dus al op vroege leeftijd dat hij priester wilde worden. Ja, zegt u het maar weer hardop. Dus, en zo werd hij 23-jarige leeftijd al gewijd tot priester. Eerst werd hij een soort klein kapelaantje in de regio. Maar al in 1885 vertrok hij naar het grote, zegt Hogenbosch, om kapelaan te worden van de Jacobsparochie.
Eerst deed hij zijn werk veelal in stilte. Maar nadat hij tot pastoren gebombardeerd was, werd het steeds meer een extraverte en actiegerichte man.